vakantie staat weer voor de deur. Vakantie ook voor de scholen. Blijft u dicht bij huis? Blijft u thuis? Gaat u ver weg? Eigenlijk hoef je niet zo ver weg te gaan, want ook in onze eigen gemeente Drimmelen hebben we ontzettend veel leuke dingen waar u naartoe kan gaan. En een van die dingen is het museum Houteind. Houteindse straat 22 in Den Hout. En we lichten heel graag weer een tipje van die sluier op. Er is veel te veel te vertellen. Ik ga gauw naar Ad en Els van der Made, want het is eigenlijk hun uit de hand gelopen hobby. Hi Ad, hoe is het met je? Ja, heel goed, denk je wel. We hebben het mooi weer. Ad, een passie van jullie. Je hebt een buitengebeuren, een hele bijzondere marentak hobby. Ja. En we hebben een binnengebeuren. Klopt, helemaal. Ga je ons rondleiden? Dat lijkt me heel erg leuk. Als jij mij wil volgen, dan gaan we die kant uit. Gaan we doen. Kom op, Ad. Oké, mooi, dank je. En nou zie ik hier alle mogelijke mooie werktuigen voor buiten. Hoe kom je er eigenlijk aan, Ad? Ja, hoe komen wij er eigenlijk aan? Ik denk dat ik daar heel simpel in kan zijn. We hebben heel veel spullen gekregen. Een enkel dingetje hebben we wel eens gekocht in het begin. Maar het meeste is allemaal gekregen van mensen uit de omgeving. Bekenden, vrienden, familieleden. Een heel mooi, het lijkt wel een soort betonmolen, Ad. Kun je me vertellen wat het is? We hebben hem hier buiten staan omdat je niet helemaal compleet is. Maar het is een bietenmolen. Dat wil zeggen dat je in het bovenste gedeelte de bieten instopt. Je draait eraan, de messen zorgen ervoor dat die fijn gemalen wordt. En dan heb je meteen fijn voeder voor de koeien. Ad, we lopen langs een heel mooi stuk. Ik zie, het lijkt wel een boomkwekerij. Ja, het is inderdaad een kwekerijtje in het klein. Het woord zegt het al, het zijn ook over het algemeen dwergen en semi-dwergen. En dat wil zeggen, als ik hier een voorbeeld noem, u kent ongetwijfeld de linden, hè Loes? Ik wel. Nou, dat is een ontzettende hoge boom en hier heb je dan de allerkleinste. Hoe hoog is die ongeveer? Nou, 50 centimeter? Deze is nu 8 jaar oud. En waarom kweek je dit? Want je bent geen handel. Nee, dit zijn ook geen dingen voor de handel. Daar zijn ze vaak te klein en te apart en ook moeilijk te kweken voor. Een kweker moet kunnen roleren met zijn materiaal. En waarom kweek je dit hier? Ja, is toch een beetje hobbymatig, maar ook zeker de interesse. Hè, de bonsai-liefhebber, de mensen met een bloembakje, kleine tuin, rotstuinen vooral, die zijn hier gewoon dol op. Nou lopen we langs iets wat voor mij een houtstapeltje zou zijn voor de open haard, maar volgens mij is het op een andere manier bedoeld, Ad. Ja, dat mag je wel zeggen, Loes. Wat ik net al zei, dit is dan het gedeelte wat wij de bostuin noemen. Daar vinden zich elementen in waar insecten, woelmuisjes, egels en al dat soort spul zich heel erg goed in thuis voelen. Ad, wat ik zelf heel mooi vind, bijen. Je hebt ook voor onze insecten gezorgd. Je hebt ook voor hun een huis gebouwd. Ja, we weten allemaal dat de insectenwereld, laten we het even op de bijen houden, dat die enorm belangrijk zijn voor onze voedselketen. En een kleine bijdrage kan iedereen daaraan leveren. We hebben hier bijvoorbeeld een insectenhuisje gebouwd met al zijn toebehoren. En daar nestelen diverse soorten insecten in. We zijn hier bij een heel bijzonder plekje. Ik vind dit eigenlijk het mooiste. De padden, maar dat komt, en de kikkers, dat komt omdat ik dat het mooiste vind. Zullen we even naar het concert luisteren? Hier is geen dirigent van nodig, hè? Nee, ze zijn nu op dit moment nog ietsjes rustiger dan bijvoorbeeld gisteren. Gisteren zou je elkaar bijna niet kunnen verstaan. Nee, niet. Want er zitten hier natuurlijk honderden kikkers in. Eén nadeel zit er op dit moment aan. Vanwege het stuifmeel en het vuil uit de lucht is de wateroppervlak, je ziet het zelf, er zit een filterlaag op. En anders is het water helemaal helder en dan zie je de kikkers ook veel en veel. Echt een 5-sterrenhotel, want er zitten er echt honderden. Ja, dit zijn natuurlijk paradijsjes. Hè? Als je een beetje om je heen kijkt, een boom om een beetje schaduw te hebben. Allerlei soorten schuilplaatsen. Ja, en ik zie daar aan de overkant ook nog iets moois. Is dat het ook weer een huis gebouwd voor de... Aan de overkant heb ik van de winter een ijsvogelwand gemaakt. De ijsvogel is een hele bijzondere vogel. En jij hebt hem hier gesignaleerd en je denkt, hij moet hier blijven. Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen nu en een paar jaar hier in de ijsvogelwand zijn nestje komt bouwen. Nou, ik hoop. Ben ervan overtuigd, altijd. Dit is toch echt een paradijs, Ad. Dit is ook een, wij vinden het zelf ook een privéparadijsje. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is echt fantastisch.
Ad, je hebt ook nog een hele andere bijzondere hobby. Marentak telen, zeg ik dat goed? Ja, marentak telen of kweken. Maar het is inderdaad een hele bijzondere hobby. Zie je wat ik het fout zei? Het is kweken. Vertel eens, hoe gaat dat precies? Nou, hoe dat ik het precies doe, dat blijft tenslotte toch een beetje het geheim van de marentakkenman. Gelukkig. Maar we kunnen wel wat zien. Laat ons zien dan. Nou, we staan hier bij een meidoorn. En als je hier gaat kijken, dan zie je hem hier zitten. Heerlijk kleintje, zie je? Hoe gaat dat dan? Plak je dat erop met plakband? Heel dom gezegd misschien, maar... Nee, nou, ik zet ze inderdaad op een bepaalde manier. En ik begeleid ze ook, zodat ik ze dus bijna allemaal aan de gang kan krijgen. En hoe oud is dat stukje wat voor ons staat? Nou, hij is inderdaad zo klein. Die is nu een jaar, ruim een jaar oud. Dat kleine stukje, ja? Dat kleine dingetje. En hier is hij ietsjes groter, dus die is nu dan van vorig jaar. Dus die is nu 2 jaar oud. Te goed. Ja, het is natuurlijk de wens om hem dus op de eik te krijgen. Want de mythes en de volksgeloven die zeggen, een marentak op de eik, dan is de eik heilig. Oh, dat is een mooie. Nou, en we zijn er al aardig mee bezig. En ik heb het vermoeden dat we toch wel kunnen spreken van geluk. Dat we dat ding inderdaad op de eik gekregen hebben. Maar waar zijn nou de bomen waar de grootste takken aan zitten? Nou, we staan er al heel kort bij. Als je hier naar kijkt, dit is dan een volwassen, nagenoeg volwassen marentak. Oh, groter worden ze niet. Het ziet er wel heel mooi uit. Ze worden wel groter. Ik heb deze een paar keer geknipt om zoveel mogelijk vertakkingen te hebben. Want ik moet zoveel mogelijk bloempjes hebben waar naar de rand de bessen aankomen. Dus het gaat ook nog bloeien? Hij gaat nog bloeien met zeer kleine onbetekenende bloemetjes. Ze zijn helemaal niet mooi. Maar het gaat tenslotte om de groene takken straks met de witte bessen eraan. Ad, we hebben nog een heel ander mooi buitengebeuren. Mag ik vragen of je ons daar naartoe wil rondleiden? Nou, lijkt me hartstikke leuk. Gaan we doen. Dit is wel een heel bijzonder plekje voor jou, heb ik eerder begrepen bij mijn bezoek. Ja, dat klopt. De rotstuin wilden we eigenlijk pas over een paar jaar bouwen. Een hele goede vriend van me, die onlangs overleden is, heeft net de leeftijd van 85 mogen bereiken. En een rotstuin was bij hem vanaf zijn jeugdjaren helemaal geweldig. En hij heeft mij natuurlijk in die tijd ook heel veel planten geleerd. Toen heb ik gezegd van nou, als herinnering aan jou, ga ik de rotstuin bouwen. En dan zet ik er ook planten van jou in die uit jouw rotstuin komen. Dus je geeft hem nu even een boodschap mee? Dus ja, het is voor mij een stuk herinnering aan Bernard van Oerlen. Helemaal mooi. En hoeveel van die planten staan hier in de rotstuin, Ad? Ik ben ze nu aan het nummeren en op naam aan het zetten. En ik dacht dat ik nu aan ongeveer 220 planten zat. Ja. Achter de rotstuin zie ik ook allemaal mooie dingen. Klopt. Kun je ons daar wat van gaan vertellen? Nou, dan lopen we daar ook even langs. Gaan we doen. Ja, want volgens mij staat hier de eerste Miele wasmachine. Want daar heb ik ook nog aan moeten draaien bij mijn grootmoeder. Ja. En als we dat dan gedaan hadden, dan kregen we een snoepje. Ja, nou, wij moesten altijd uit de buurt blijven van dat ding. Want hoe dan ook, zowel onder als in de machine draait het geheel. Dus we mochten er nooit met de vingers in de buurt komen. Nee, mijn moeder had nog zo'n kookketel op het gas van huis staan. Die heb je hier ook, hè? Oh ja, daar staat die. Die grote koperen ketel, dat is zo'n ketel die op het vuur komt te staan. Ja. Nou ja, als je dan ziet alle onderdelen en je bekijkt het even op je gemak. Je loopt er eens even rustig door met je gedachten. Dan kom je er eigenlijk achter wat een verschil van de jeugd van toen, zoals wij toen, en de jeugd van nu. Hè? We zijn hier in de oude koeienstal. Ja, klopt. Dit is de originele oude koeienstal. En die hebben wij ingericht tot een bijna complete melkerij. De afdeling melkerij was in mijn jeugd heel erg bijzonder en ook heel duidelijk aanwezig. Daar hebben wij in onze tijd heel veel tijd in doorgebracht. En dat heb ik hier eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar verzameld. Van alles wat wij in onze jeugd in de melkerij tegenkwamen. En boven heb je ook nog een heleboel. Boven hebben we ook nog een hele bijzondere verzameling aan diverse artikelen. Een mooie
trap met allemaal mooie oude strijkijzers. Wat mijn oma vroeger ook nog op de kast staan. We hebben getracht om deze hooizolder in te richten in verschillende categorieën. En dan noemen wij het vaak gewoon de 3K's. De kamer, keuken, kelder. En daar is natuurlijk heel veel. Kun je wat laten zien? Want hier zijn we bij de keuken. Ja. Op de ouderwetse manier koffie zetten. Er zijn trouwens nog veel mensen die nog steeds op de ouderwetse manier koffie zetten. Ja, volgens mij, zogenaamde pruttelkan. Hè? Ja, volgens mij komt het weer een beetje in. Want al die apparaten die gaan eruit. En die wandkoffiemolen? Ja, die wandkoffiemolens. Ook dat is natuurlijk waar je nu nog steeds bijvoorbeeld bij oma kan zien. Dat ding hing tegen de muur, zoals hier ook tegen de wand. Daar werden de koffiebonen ingedaan. En dan mochten wij aan dat ding draaien. En dan onderaan in dat glaasje, daar kwam dan de gemalen koffie in. En dan werd dat weer op de ouderwetse manier gezet. Hier hebben we allemaal elektriciteit, zie ik staan. Ja, het is een heel diversiteit aan de periode uit de bakelietenperiode. En achter jou, Loes, zie je de muziekafdeling. En volgens mij zit daar een heel bijzonder instrument in, Ad. Ja, een stukje. Als het gaat over persoonlijke pronkstukken, is dit eigenlijk de accordeon van mijn vader. En hij speelde in zijn wat jongere jaren, speelde hij op diverse feestjes en partijen. Deze heeft een heel bijzonder plekje in jullie eigen museum. Ja, het is eigenlijk een beetje, naast natuurlijk nostalgie, is het ook een stukje erfenis van mijn ouders. Hè. Schitterend, schitterend. Geef hem een mooie plek. We komen zo langzaamaan in het woongedeelte. Ook heel mooi ingericht. Heel erg vol, maar verschrikkelijke mooie dingen. Ja, het is verschrikkelijk divers, hè, wat ik al eerder gezegd heb. Een van de leukere stukken vind ik zelf altijd nog uit mijn jeugdjaren, de zogenaamde verzamelitems. Je had toen luciferdoosjes, speltjes, vogelplaatjes, sigaarbandjes. Ik heb hier een heel mooi exemplaar. En ik spaarde zelf in die tijd ook heel veel sigarenbandjes. En die vond ik altijd zo spectaculair en vooral die grote. Moet je maar eens kijken, Loes. Ja, dit is natuurlijk ook heel bijzonder van mij, want dit is mijn mooie eerste verzamel sigarenbandjes die ik meer dan 40 jaar kwijtgeraakt ben. En hier komt je opduiken. Wil je daar alsjeblieft heel goed voor zorgen? Ja, zeker. Nou, daar sowieso al. Ad, er is eigenlijk veel te veel om te zien. Ik vind dat iedereen maar zelf moet komen kijken. Zijn er speciale openingstijden? Echte openingstijden hebben we niet. We werken gewoon op afspraak. De mensen die kunnen dan bellen voor een afspraak om een bezoek te brengen aan ons museum. En dan geven wij de rondleiding. Ad, ontzettend bedankt dat je ons zo rond hebt geleid. Eén ding weet ik zeker. Ik kom terug en nu gaan we weer naar beneden toe. Nou, ten eerste graag gedaan. En het lijkt me heel leuk om je nog een keer te zien. Dankjewel, ik ook.